Welkom bij G&G mensen. Jij bent Givano en dat is Gavin. Ben Gavin. En wij gaan nu iemand interviewen. Het is een acteur. Ja, jullie gaan zo zien wie het is. Vanwege corona kunnen we je helaas even niet bezoeken. Het is lastig natuurlijk. Dus dan gaan we het maar zo doen. Virgil wil je spreken. Welke Virgil? Virgil. Hij blijft precies hier. Voor? Ja man. En vaak, hoe kom je aan die waggie? Bro, ik moest even die waggie huren. Gisteren even die pikje opgehaald van het beste. We gaan nu beginnen. Moest jij ook op zwemles? Van je moeder of papa? Ja, ik weet nog heel goed, hè. Dat ga je later ook krijgen. Ik was een van de laatste van mijn vrienden die een A-diploma had. Dus ik mocht nooit mee op zwemfeestjes, omdat ik nooit in het diepe mocht. Dat vond ik zo stom. Dus ben ik op een gegeven moment via school ben ik op zwemles gegaan. En vanaf toen werd ik op ieder zwemfeestje ben ik uitgenodigd. Zo. En hoe laat had je hem uiteindelijk gehaald, je A-diploma? Hoe oud was je? Ja, weet ik niet meer. Het was basisschool. Ik denk 6 of 8? Nee, ik was denk ik wel 9 of zo of 8. Wat is je lievelingskleur? Zo. Vroeger was het geel, omdat ik had een hele gele kamer. Het eerste wat in me opkomt was blauw, toen je dat zei. Maar dat is meer een gevoel. Ja. Ik heb niet een vaste lievelingskleur. En waarom blauw? Blauw staat voor de lucht, helderheid, water. Juist. Wat deed je met je eerste salades? Zo, weet ik echt niet meer. Ik denk in 1 dag opmaken. Dat is 1 ding wat zeker is. En aan wat bijvoorbeeld? Kleding, dure spullen of iets? Vast wel. Ik ben best wel laat begonnen. Nee, helemaal niet. Dat de krantenwijk. Ik denk ja. Vroeger vond ik kleding heel erg belangrijk, dus een krantenwijk. Volgens mij was het gewoon een zo'n scooter replay pak of zo. En dan was ik helemaal skeer, de hele maand had ik geen geld. Heb je huisdieren? Zo ja, hoe heet ze? Nee, ik heb geen huisdieren, maar toen ik bij mijn moeder wel eens kwam. Ja. Want ik heb ook een kleine broertje, hij is 9. Hadden we een hamster daar. Ami, maar hij is dood. Ah. Dat is wel zielig. Sterkte. Ja, ik wil eigenlijk een hond. Hè. Ik wil zo'n kleine, lieve hond. Oh. Eentje waarmee je vrouwen aantrekt. Ik heb een chihuahua die heel klein is, die pas 8 is. Ja, ik had zeg maar zo'n soort hond, maar dan met vacht. Het heet een Pomeriaanse hond, is dat een Pomerian. Dat had ik zeg maar, met mijn ex had ik dat. Echt een hele lieve hond. Maar ja, die hond was van haar, dus ik kon die hond niet. Weet je? Ja. Welke auto rij je? Mercedes, Audi, Lamborghini. Dit is niet goed, man. Nu komen die vragen, hè? Of luister. Ferrari. Oké. Ik ga je uitleggen, dat is heel graag wat ik wil. Moment. We wachten op je. Rustig aan. Zie dit. Oude auto. Laten we kijken of die deuren open gaan. Dat is een auto. Bam! Bam! Ja toch. Dit is wat ik wil rijden. Maar beneden staat een auto uit bouwjaar 2002. Een paarsblauwe. Laat hem zien. Ga nu naar beneden, laat hem nu zien. Nee. Dat is iets te ver, denk ik. Maar de auto is een Opel Corsa, een hele oude. Dus ik heb grote dromen en het zit eraan te komen, deze. Ja. Nou, hopelijk komt je droom uit, man, bro. Wat is je lievelingsliedje? En kan je een stukje voor ons zingen? Ik kan zingen. Ik had altijd verschillende lievelingsliedjes. Ik wou dat ik kon zingen. Dat ik die auto-tune voor jullie kon gooien. Wat? Lievelingsliedje. Zou ik eens laten horen? Ik kan zingen. Ja, doe jij eens even. Ja, doe het even voor. Ik denk aan mijn klantenwijk. Ik denk aan mijn klantenwijk. Ik denk aan mijn klantenwijk.
Waggy, ik denk dat ik langs je rijd. Hey. Zo. En daarom was het. Ik word wakker met een doetsu. Wakker met een ton. En dan denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Denk ik aan miljoenen. Ik denk ik aan mijn loeso. Nee, miljoenen. Ja, de volgende. Mag ik even applaus? Tuurlijk. Dank je. De man is een kleine baas. Ja, hè? Een kleine baas hier ook. Ja. Was je grootste droom toen je nog jong was? Profvoetballer worden. Eigenlijk wel voor Oranje spelen. Ja, maar profvoetballer, waar heb je gespeeld dan allemaal? Heb je ook prof gespeeld of gewoon echt amateur? Hoe ging dat? Nee, ik heb altijd amateur gespeeld, maar het zat er wel altijd tegenaan te hikken. Maar ja, ik denk een combinatie van motivatie en toch niet helemaal goed genoeg op. Ik wou altijd in de aanval spelen, maar ik was gewoon een betere verdediger. Ik heb gevoetbald bij DCG, is in Amsterdam-West. Ik heb gevoetbald in Huizen. Ik heb gevoetbald bij Omniworld, wat nu Almere City is. En toen, ja, dat zit eigenlijk. Oké. Okay. En welke klasse? Ja. Volgens mij ben ik zo ver gegaan tot derde divisie of zo. Oh, toch wel hoog eigenlijk op zich wel, ja. Ja, oké. Ik heb het oké gedaan. Ja. Jammer. Ik ben tot 10 gegaan. Grapje. Gekkie ook, hè, deze. Kleine superster. Doe nu allemaal in deze coronatijd. Lekker zwembadje opzetten. Ja, had ik dat maar. Nee, ik woon op driehoog met een balkon. Moet je kijken, ik smeer mijn eigen brood. Pindakaas, dus ik probeer een beetje gezond te eten. Een beetje thee drinken. En wat ik doe, ik schrijf heel veel filmscripts. Ja. Zeg maar okay. Series. Oké. Allemaal leuke dingen die eraan zitten te komen. Ja, mooie. Je broer is ook acteur. En misschien kan ik je broer een keertje benaderen voor een leuke rol. Dus we zijn aan het werk. Films kijken. Even. Ik heb de tijd van mijn leven. Even. Wist je vroeger toen je klaar was al wat je wilde worden? En heb je dit ook waargemaakt? Of zou je nu wat anders hebben gekozen? Nou, ik denk allereerst, wat ik vroeger, dat was niet mijn droom. Het eerste wat ik kan herinneren, ik wou professor worden. Waarom? Ik hield van die witte jasjes en mijn favoriete tekenfilm was Dexter op Cartoon Network. Ja. Zou jij uiteindelijk bereiken in jouw carrière? Nou, ik zou de allergrootste filmproducent willen worden van de hele wereld. Dus dat betekent dat ik in iedere werelddeel heb ik een filmmaatschappij opgezet waar mensen films kunnen blijven maken. Dus ik wil overal ter wereld films maken, als filmmaker, als regisseur, producent, maar ook als acteur. Ik wil mijn eigen Hollywood hebben. Oké. Zo? Ja. Droom hoor, mooi. Ja. En wat voor soort films wil je dan gaan maken? Actie, comedy of gewoon van alles? Van alles. Ik wil andere mensen de kans geven hun verhaal te verfilmen. Ik wil vooral dat het, eigenlijk alles man, van kleine naar grote. Ik wil doen waar ik zin in heb. En dat kan je doen als je een eigen filmmaatschappij hebt. Je hebt wel een mooi shirt daar. Ik zie jullie shirt. GNG. Ja. Mooi shirt. Kevin en Gifano, man. Ja, hier ga ik wel een shirt voor je maken samen met mijn broer. Misschien komt die wel naar jou opgestuurd. Zo. Wie weet. Dat zou ik wel mooi vinden. Maar dan moet je hem wel op elke meeting van ons aanklikken. En, oh ja? Ja. Ja. Oké, is goed. Beloofd. Pinky is weer. Ja. Heb je eigenlijk al heel lang niet meer gedaan wat je eigenlijk best wel mist? Sporten in de sportschool. Ja, hè? Wie had dat gedacht? Ik hou er eigenlijk niet zo heel erg. Laat ik zeggen, ik hou er niet altijd van. Maar ik wil gewoon even, ik wil lekker bewegen. Ik wil bankdrukken. Ik wil met die kabels, ik wil op die... Op die band wil ik rennen, ik wil, weet je? Ja, ja. En naar de bioscoop. Ik ben gelukkig waar je nu staat of wil je iets anders hebben? Ik ben gelukkig? Met geld. Nee, ik ben gelukkig wie ik ben, maar ik ben niet tevreden waar ik sta. En waarom? Vertel ons eens.
ambitie. Je wilt meer progressie. Ik heb zoveel plannen. Ik ben nog niet eens... Als mijn totale droom 100% is, zit ik nu op 8%. Dus dat is iets wat me drijft. Maar ik ben gelukkig. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb een familie die van me houdt. Ik ben gezond in deze tijd. Ik praat met twee leuke mannen die je leuke vragen stellen. Dus ja, Oké. Zou je alleen van dure merkkleding of zou je ook Primark of H&M kunnen dragen? Bij wijze van spreken. Ja. Moet je dat liever? Ik heb het al. Kijk, Primark zou ik niet zo snel dragen. En niet omdat het Primark is, maar vanwege die kwaliteit. Ik heb wel eens shirtjes gehad. Je wast het. En daarna is het, die kraag zit helemaal. Ja. Het gaat... Dus het is niet dat ik het niet zou dragen vanwege merkkleding. Maar nee joh, ik heb bijvoorbeeld Gucci en dat soort dingen. Ik vind het wel dope. Gucci! Ik vind het geen handige investering als je niet die lifestyle hebt. Ik investeer het liever in andere dingen. Want anders ben jij een grote reclamebord. Klopt. En je betaalt ervoor. Ja, ik begrijp hem zeker wat je bedoelt. Ik support liever jullie movement dan. G&G. Wat kunnen wij nog verwachten van jou? Komen er nieuwe films van jou uit of series of dingen waar je in speelt? Jou. Wat kunnen we van je verwachten? Jou. Eigen lange speelfilm. Oké. Speelfilm? Een comedy die de hele game gaat veranderen. En die is niet bedoeld voor 6-jarigen. Dus je mag hem pas kijken. Je hoort als je het. Over 12 jaar mag je hem pas kijken. Ja. Ja, dus we, okay. Ja laat, okay. Laat dan komt maar goed. Zitten hoor, laat dan maar zitten. We willen je echt bedanken voor Jeffy, even een applausje. We hebben nog een shirt die we willen uitloten aan een kijker. Ja, alleen die kan je alleen, niet ondertekenen. Je kan hem nu niet ondertekenen. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op dit YouTube kanaal. En dan zien we jullie weer snel bij de volgende video. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, abonneer dan even op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Elke zondag een nieuw weekvlog van Kevin en Givano. Om 3 uur. Ciao, ciao. Thank you.